Zaterdag 12 september was de landelijke dag van de democratie en om die reden hielden de leden van de gemeenteraad van Horst en de Maas open huis. Tussen 11 uur 's morgens en 3 uur 's middags kon iedereen binnenlopen om kennis te maken met de raadsleden en hun werk. Het motto van deze dag was: was ik de baas van Horst en de Maas, dan? Als ik de baas zou zijn van Horst en de Maas, dan zou ik willen dat alle kinderen en alle volwassenen konden sporten waar en hoe ze maar wilden, op elk moment van de dag. We hebben dit jaar voor de eerste keer die dag georganiseerd om te kijken, is dat wat voor ons? En als ik nu kijk, denk ik, ik ben tevreden. Ik vind dat er leuke reacties en dit is voor herhaling vatbaar. We hebben gezegd, we willen een wensboom en we willen een klaagmuur. We willen beide aspecten in de orde. We denken dat er mensen zijn, we denken dat er klachten zijn. Geef ruimte om wat te doen. Nou, de klaagmuur is prima. Ziet er leuk uit, mooi gebouwd. De wensboom is heel mooi. En je ziet dus dat daar mensen inderdaad soms na enig aandringen, maar mensen zijn bereid daar hun wens op te uiten. En dat is prima. Kijk, we hebben hier in de raadzaal, ook daar ziet u daar ginds, een formulier hangen wat zegt, als we nu extra geld hebben, als we meer geld hebben, waar zou u het aan besteden? Of als u zegt, ik vind dat u minder uit moet geven, op welke onderdelen moeten we dan minder gaan doen? Dat geeft ons een indicatie waar voorkeuren van de burgers naartoe gaan. En dat kun je gebruiken voor je toekomst. Een mooi open huis. Ik zie ook dat er best veel bezoekers zijn. Ik hoor ook dat heel veel mensen eigenlijk zeggen, ik ben best heel tevreden met onze gemeente. En natuurlijk zijn er altijd wensen. En er zijn gelukkig ook nog klachten, want anders zou je helemaal zorgen moeten gaan maken. Maar ik denk dat het heel goed is. En ik vind het dus heel leuk. En het is heel laagdrempelig. Ook voor kinderen heel leuk. Die willen echt uitleg krijgen hoe de gemeente werkt. En hier staat een heel tevreden burgemeester. Ik moet zeggen dat ik heel veel mensen heb gesproken en dat ik eerlijk moet zeggen, de meeste mensen zijn super tevreden. En als je gaat pellen, komt er een kleine ergernis naar voren, maar dat beperkt zich tot hele details. De meeste mensen zijn super tevreden over Horst en de kern en daar ben ik blij mee. Nou moeten we dat nog zien te houden. Ja, u heeft net een bezoek gebracht aan de raadzaal. Wat zijn uw bevindingen? Nou, ik heb nou tekst en uitleg gekregen hoe het hier functioneert. Daar heb ik me eigenlijk nooit zozeer in verdiept. Maar het was wel verrassend, moet ik zeggen. Dus dat je eigenlijk als burger hier gewoon naartoe kunt komen en je woordje kunt doen. Ik heb verschillende gesprekken gevoerd daarbuiten. Reacties zijn heel divers. Mensen die echt heel geïnteresseerd zijn. Echt komen kijken van, goh, ik heb nog nooit de kans gehad om hier binnen te kijken. En simpelweg om met de raadslid gewoon één op één in gesprek te zijn, wordt erg gewaardeerd. Maar ik heb ook reacties gehad van mensen die zeggen van, ja, wat is dit allemaal voor flauwekul, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Dus heel divers. Je neemt alle gesprekken die je voert met mensen, daar blijft er altijd iets van hangen. Je neemt er altijd iets van mee. Op een of andere manier, als je dadelijk een agendapunt hebt, denk je toch, oh ja, ik heb toen een keer met die mensen erover gesproken, dat en dat. Dus dat blijft wel altijd hangen. Een ander punt, alle reacties, met name die buiten op de klaagmuur hangen en op de wensenmuur, die worden dadelijk allemaal in een factsheet gezet. Een factsheet, dus een boekje maken we ervan, waar alle meningen in komen te staan. En dat komt op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering als ingekomen stuk. Dus daarna kan niemand meer zeggen, ik wist er niks van. Het staat er allemaal in.